Kenza. Ik zie hier één vrouw omringd door nog vier andere meisjes. Moet ik daaruit afleiden dat Kenza staat voor een groep? Ja, we zijn dus inderdaad een meisjesgroep, bestaande uit vijf leden, waarbij ik leading vocal ben en vier geweldige danseressen heb. En jij bent eigenlijk zo'n beetje de frontvrouw van de groep dan? Ja, inderdaad. Zo kunt je het stellen, ja. Als we jouw bio even bekijken, je hebt deelgenomen aan Popstars, aan Wanna Sing, nu Eurosong, Jamais 203. Nee, ik denk dat je de andere wedstrijden niet kunt vergelijken met de Eurosong. Voor mij is Eurosong iets met een heel andere gehalte. Eurosong is voor mij iets heilig. Dus dit jaar wou ik echt mijn kans wagen. En tegen alle verwachtingen in ben ik er toch bij. Dus, waarom is Eurosong zo heilig voor jou? Omdat het zo'n groot publiek heeft? Niet alleen daarvoor, het is iets dat eigenlijk van nationaal belang is, maar ook iets dat wij in familieverband al van sinds altijd volgen, van punt A tot punt Z. En daarmee dat ik er zoveel belang aan hecht. Je zingt het liedje Breaking All The Rules. Rudolf Hekke heeft het gecomponeerd. Waarom verwondert mij die titel dan niet? Misschien dat ik even aan hem zelf kan vragen. Je bent toch eerder een non-conformist, hè? Wel, het is eigenlijk het juiste ding op het juiste moment. Gewoon. Ik schrijf van alle soort dingen. En op het moment dat ik een song waarvan ik het soort stem zocht, dat uiteindelijk Kenza is geworden. En we hebben elkaar op een wondermoment tegengekomen, heel spontaan. En dat vind ik altijd een goed teken als iets spontaan gebeurt. Ik had de song, zij had de stem en nog wat anders ook. En ze heeft het allemaal in de weegschaal gegooid. En zo zijn we gekomen tot dit avontuur eigenlijk zo. Ik zie dat het een R&B-nummer is met pop- en hip-hop-invloeden. Was dat exact het genre waar jij voor staat of wil voor staan? Ik denk het wel. Ik denk dat op dat vlak dat Rudolf mij ook heel goed heeft aangevoeld. Dat hij mij dat liedje heeft willen geven. Ja, inderdaad. Dat is wel mijn stijl. Daar stel ik mij dan ook altijd heel veel dansbewegingen bij voor. Heel veel toestanden op het podium. Wordt daar ook enorm hard aan gewerkt om een opzichtige act te brengen? Ja, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Het nummer, daar hoort een geweldige act bij. Dat kan niet anders. Het is ook een heel internationaal nummer met heel veel ballen aan, girl power. Dus er hoort een geweldige act bij en daar gaan we natuurlijk voor zorgen. Dus, betekent dat ook dat de meisjes niet alleen dansen, maar ook meezingen? Op dit moment zijn we er nog niet uit, maar het kan zijn dat de meisjes ook gaan meezingen, ja. Dat betekent dat de backing vocals eigenlijk live zouden gaan vanaf de eerste voorronde dan? Die mogelijkheid zit erin, ja.